Op zaterdag 27 juni vond een concert plaats van jongerenkoor Galoe en Galoe Kids uit Gulpen, die samen vierden dat ze 20 en 5 jaar bestond. Mijn rol in Galoe is eigenlijk feitelijk de organisatie van allerlei dingen. Maar dat is in Galoe een beetje misschien anders dan bij andere verenigingen. Maar bij Galoe doen voor allemaal zeg maar evenveel. Iedereen kent eigenlijk zijn taken en hoeft ook nooit gevraagd te worden. Iedereen weet precies wat hij moet doen. Dus als voor een groot evenement moet hij organiseren zoals dit, weet iedereen vanzelf wat hij moet doen. Na het kampioenschap in 2009 ben ik lid geworden van Galoe. En dat is toen gebeurd omdat er was een feest omdat ze, ja, ze wordt natuurlijk gehuldigd. En mijn vriendinnen die zaten al allebei in het jongerenkoor. En was ook kussen met naar de feestavond en ik vond het zo gezellig dat ik erbij ben gebleven. Ja, ik ben eigenlijk net pas lid van Galoe, omdat ik gewoon heel graag wou zingen. En ik ben er al van langs gekomen en dat was zo gezellig dat ik ben gebleven. Door gewoon als jongere? Ik vind het, ja... Ik ben nog allemaal jong van geest, dus ik weet niet hoe lang ik door mag gaan, maar voor de rest van mijn leven zou ik wel bij Galoe willen blijven zingen. Maar, ik heb mezelf niet meer als jongere met rekenen, maar ik ben er net pas bij, dus ik hoop dat ik nog wel even erbij kan blijven natuurlijk. Lid van Galoe Kids? Ik denk 2 jaar ongeveer. Omdat er een paar vriendinnen die deden mee en dat vond ik ook wel leuk om te doen. En ik hou ook heel veel van zingen. We zijn hier bij MVV te gast, Kjell Knops, en een jonge Twiller. Wie kunnen we een jonge Twiller bij MVV terecht? Goeie vraag. Ik heb eerst natuurlijk jeugdopleiding bij Roda doorlopen. En dat ook contract gehad bij het eerste elftal. En daar ken ik eigenlijk door trainer René Trost, wat hij 2 jaar terug had gezet. En na mijn tijd bij Roda heb ik eigenlijk gisteren mee blijven volgen. Ik heb toen nog een seizoen in topklasse bij EVV gespeeld. Toen was er interesse dat seizoen, maar dat was afhankelijk of toen een jong weg zou gaan. Dus toen ben ik niet weggegaan, dus heb ik inderdaad voor dat jaar bij EVV gekozen. Maar na dat jaar is René Trost weer terug bij me gekomen en gevraagd van heb ze interesse om weer terug te komen in profvoetbal.
de belangstelling van René Troost moet wel groot zijn geweest, want ook bij de collega-spelers, vorige competitie, was hij de aanvoerder van het elftal. Ja, dat klopt inderdaad. Ik denk dat ik onder Troost eigenlijk stappen heb gemaakt als speler en ook altijd een vaste waarde ben geweest vanaf mijn eerste seizoen bij MVV. En ja, als van vorig seizoen een hele hoop spelers weggunt, met ervaring, jongens wat toch heel veel wedstrijden gespeeld houden in de eerste divisie. Ja, en dan blijft ze zelf, werd ze uiteindelijk wel ook een van de ervarende spelers in het team. En dat had uiteindelijk geresulteerd in het aanvoederschap. En als ze dan deze competitie bekeek, volgens mij was zich de eerste die wat een contract enzovoorts ook getekend had of verlengd had of gezegd, ik blijf bij MVV. Ja, dat klopt inderdaad. Ik voel me hier gewoon op mijn gemak. Ik speel, tenminste als ik vet ben, speel ik altijd. De club geeft me gewoon een groot gevoel, de supporters en zo, dat is een mooie club. Dus ik hou zo gaat wedstrijd gewoon niet per se weg. Als ik gewoon kan bietekenen en ik heb toch een groot gevoel bij, dan zal ik dat meteen doen. En eigenlijk zijn we hier snel uitgekomen, dus dat was voor mij eigenlijk heel erg fijn. Wie ziet het leven van een profvoetballer bij MVV eigenlijk goed? Veel trainen. Ja, het is elke dag natuurlijk trainen. Maandag trainen we meestal 2 keer. Dan hebben ze dinsdag gewoon zich donderdag vrij. Of ja, tot donderdag hebben ze eigenlijk 1 keer trainen. Af en toe doen we 1 keer, 2e keer als de trainer dat nodig vindt. Op vrijdag spelen we meestal onze wedstrijden. En dan zal het goed lopen en zondag hebben we meestal vrij. Afhankelijk natuurlijk of we maandag gingen wedstrijd hebben, ja of nee. En dan even doe je een studie. Dus het is niet alleen maar voetbal hoe je bezig met houdt. Ik denk dat het ook belangrijk is om je maatschappelijk te blijven ontwikkelen. Zeker na mijn voetbalcarrière is dat belangrijk. Dus ja, het is voornamelijk bezighouden met vet zijn, op mijn voeding letten, goed slapen, veel trainen. Ja, mijn studie erbij. Dus dat is eigenlijk mijn dagelijks leven goed. Wat moet het worden nou, de voetbalcarrière, als ik naar de studie kijk? Ik studeer op dit moment HBO Facility Management. Dat is eigenlijk een hele brede opleiding. Eigenlijk niet echt nog een dag wat ik zou willen wijden naar het voetballen. Omdat ik eigenlijk hoop dat ik nog een aantal jaar voetbal. Maar ik denk dat het wel heel erg belangrijk is dat ik dat HBO-diploma heb. En of ik dan kijk dat ik misschien via een netwerk in het voetbal blijf. Of via het netwerk van MVV kan kijken dat ik gewoon het bedrijfsleven in ga. Dat weet ik nog niet echt. Dat is nog een beetje... Die keuze staat nog helemaal open. Inderdaad, is dat nog open. Ja, voorlopig met het voetballen bezig. Hè? Ja. Wie kijkt ze naar de eerste wedstrijd? Ik wou voor vertrouwen. Vorig seizoen zijn we met 7 jongens gestart. Nu is het toch al dat de 18 jongens op het veld staan. Dus in de MVV waar een stuk bier is dan het begin van vorig seizoen. Ik denk dat er nog een aantal jongens bij moeten komen die in ieder geval de basis versterken. Ik denk als dat MVV lukt, dat vraag ik met heel veel vertrouwen naar de eerste wedstrijd uit naar Helmond gaan. Ja. Vorige competitie worden een paar keer net bijna. Ja, klopt inderdaad. Vorig seizoen over inderdaad. Wat ik zeg, we zijn gestart met 7 jongens. Er zijn hier later nog een aantal jongens bijgekomen. Dus we moesten ook heel erg aan elkaar wennen. Dat is in de eerste wedstrijd. Dat is eigenlijk niet slecht voetballen. Maar hier is op de belangrijke momenten net niet... ervoor kunnen zorgen dat we de wedstrijd nog eens toetrekken. En voor de winterstop hebben we daar best veel last van gehad. Dat voor wedstrijden gewoon echt goed voetballen, ook door betere ploeg waren. Maar dan na de laatste minuut ongelukkig die 1-0 binnenkrijgen. Omdat we zelf niet scoren. En dan hebben ze dan meestal dat gezegd. Als ze zelf niet scoren, schieten ze hem achter binnen. En dat was toen het geval. Ja, na de winterstop is dat eigenlijk een beetje gedreven. Toen op een gegeven moment leek het wel allemaal. En maakten we die golen wel. En toen kostte de wedstrijd wel over de streep trekken. Die speelt normaal achter in de verdediging. Heb ze af en toe de neiging om toch met naar voren te lopen als het voren niet lukt? Ja, zeker. Ik zie als ze achterin, als het moeilijk voorin gaat, dan heb ze wel eens het idee van je moet inschuiven om een man meer te creëren op het middenveld en de aanval te ondersteunen. Zeker, dat heb ze wel. Maar ja, de wedstrijd is ook bepaalde taken voetbals. En dan probeert zich zeker een begin de wedstrijd van aan te houden. En aan of verloop van de wedstrijd kan ze kijken of ze met inschuiven en inderdaad van een mannetje extra kan zorgen voorin. Mag ik heel veel succes wensen in deze competitie. En, dadelijk op de training, bij de hitte. Veel plezier vooral. Ja, dankjewel. Het komt wel goed. Als we nog drinken, dan verleven we dat wel. Goed zo. Dankjewel voor het gesprek. Ja, graag gedaan.